Voor mij is het wel een belangrijk jaar, omdat ik voor het eerste jaar ervoor heb gekozen om volledig op het skileren te gaan richten, ook in de winter. Dus ik ben niet op het ijs geweest en heb eigenlijk de hele winter doorgetraind op skileren om optimaal progressie te boeken. Bas Meijer uit het Noord-Hollandse Oostwoud is 20 jaar en zeer ambitieus. Hij wil nationale titels winnen en naar het EK inlineskaten in Italië. Ter voorbereiding op dit seizoen is Meijer 2,5 maand naar Colombia geweest om daar optimaal te trainen. Een trainer die daar vandaan komt, die ik al heel lang ken, die heeft mij uitgenodigd. Ik dacht eigenlijk, ja, waarom zou ik dat niet doen? Dus. Goed, het klinkt heel simpel, maar er moet volgens mij van alles geregeld worden. Je moet onderdak hebben daar. Hoe gaat zoiets? Het klinkt heel simpel, maar het is ook eigenlijk heel simpel. Want er wordt gewoon tegen je gezegd van, boek maar een vliegticket en laat maar weten wanneer je komt en wanneer je landt. En dan staat er gewoon iemand klaar om je op te halen en die brengt je dan naar onderdak. En eigenlijk is alles gewoon voor je geregeld, dus dat is echt super tof. Meijer moet in Colombia behoorlijk aanpoten op de trainingen, want het niveau is erg hoog. Iedere dag wordt er keihard getraind. We waren op een gegeven moment zo hard aan het trainen dat ik eigenlijk alleen maar aan het trainen was en aan het slapen en aan het eten. Soms had ik zelfs het idee dat ik echt dacht van ja, waar ben ik eigenlijk mee bezig? Zo zwaar dat ik het af en toe had. Maar ik merk nu zelf wel echt dat het zijn vruchten afwerpt. Dus daar ben ik wel echt tevreden over. Ja, Colombia is toch ook het Valhalla voor een inlineskater? Ja, dat is het zeker. Als ik ook kijk naar hoe druk het bijvoorbeeld is op de clubtrainingen daar al. Dat is echt niet te vergelijken met hier, want dan zijn er soms wel eens gewoon honderden man op de baan. En dan wordt er wel veel naar je gekeken, vooral als Europeaan. De jeugd die daar ook rijdt, die kijkt dan ook vooral zeg maar, naar mij of naar andere buitenlanders die daar dan zouden komen. En iedereen wil een beetje op de foto, want het valt natuurlijk heel erg op. Ik maak dan een grap bij het gastgezin waar ik zat, dat als ik voor alle foto's 10 euro had gevraagd, dan had ik gratis in Colombia gezeten. En daar werd ook hard om gelachen, dus dat was leuk. Het niveau is echt gigantisch hoog. Ik heb zelf was het plan om wel naar een nationale competitie toe te gaan. Uiteindelijk is het niet gelukt. Ik heb wel een regionale wedstrijd daar gereden en dan merk je gewoon al dat op zo'n regionaal wedstrijdje, waar eigenlijk niet de hele grote namen aan de start staan, dat het niveau al gewoon gigantisch hoog is. En dat je dat wel kan vergelijken met een landelijke baanwedstrijd hier in Nederland. Ja, maar heb je nog überhaupt tijd gehad om daar het land een beetje te bekijken? Want het is wel een heel andere omgeving natuurlijk. Prachtig land lijkt me. Ik heb wel iets van de omgeving gezien, maar niet heel veel. Omdat de focus vooral lag op de trainingen en daar heb ik me ook aan gehouden. Dus het was trainen, eten, slapen en trainen. Smaakt dat nou naar meer? Zeker. Ik word nu nog gewoon getraind door mijn trainer uit Colombia. En zoals het er nu naar uitziet, is ook het plan om aankomende winter gewoon weer daar terug naartoe te gaan. En weer te trainen voor het volgende seizoen. Maar eerst gaat de focus op dit seizoen. De komende 3 weekenden rijdt Meijer de Europa Cups in Grosgerau, Geisingen en Heerden. Daar wil hij presteren. De vorm is uitstekend, maar een paar dagen geleden ging Meijer hard onderuit tijdens een snelheidstraining achter de scooter. Ik heb gelukkig niks aan mijn benen en de meeste verwondingen zitten aan mijn bovenlichaam. Dus ik ga ervan uit dat ik gewoon kan rijden aankomend weekend en dat volgend weekend de meeste schade al wel weg is. Dat ik gewoon in vorm ben.